Ik ben zelf moeder van een zoon met autisme. En nou, ik vind het altijd heel belangrijk om wat kennis en kunde over de autisme te vertellen. Want heel vaak hebben mensen daar maar één idee van oh, wat is dat nou? En nou ja, ik vertel mijn verhaal. En dat is niet het verhaal van iedereen met autisme. Maar ik vind het wel belangrijk dat het verhaal verteld wordt. Dus toen ik gevraagd werd, vond ik dat een mooie uitdaging om, om dat in een kwartier te mogen vertellen op zo'n avond. Wij zijn vorig jaar met een groep gemeenteleden vanuit de kerkengemeente van Burgum zijn we naar Auschwitz geweest. En vooraf is mij gevraagd van, zou jij daar een soort verslag van willen maken? En daar heb ik een verhaal van gemaakt met daarbij wat waren de indrukken, wat voel je, wat beleef je als je daar bent. En dat verhaal op papier gezet en toen Ipi mij vroeg om dat ook nog eens in de verhalenavond te vertellen, heb ik geprobeerd daar een mooi verhaal van te maken. De meeste vertellers die ben ik de eerste jong geweest en daar hebben we heel soort positieve reacties op gekregen. Dus kom vooral en luister naar deze prachtige verhalen.